gehakt. Wie voedt zijn vrouw en kinderen bitter elke dag? Wie ploet het altijd voort en wie krijgt respect? Wie is de baas in huis? Wie heeft altijd het laatste woord? De papa, de papa. Traditie, de papa. Met hart, een proper huis, een koosje huis. Wie voedt het gezin op, geeft de papa tijd om woord te lezen uit het heilig boek. De mama, de mama. Traditie, de mama, de mama. Traditie. Ik zou niet meer werken, het deidel, 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 was ik maar een biesje, biesje rijk, deidel, 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 ik zou een huis gaan bouwen, kun je het geloven, twee hoog is alles wat ik vraag, en heel het dak liet ik dan met tien beslaan. Een brede trap, die leidt alleen maar naar boven. Een tweede, die leidt alleen omlaag. Een derde staat er zomaar mooi te staan. Wie werkt er hard, wie voedt zijn vrouw en kinderen? Bidden elke dag, wie moet het altijd voor? En
baas in huis, die heeft altijd het laatste woord. De papa. Kan je zien? De papa.